Arnaud, hoe waren jouw benen vandaag? Ja, goed. Ik mis een beetje op de trio en op trio. Het was echt zwaar, maar het is een sterke prestatie van ons. Was dat positionering of waren het gewoon die benen die even niet meegingen? Op het Canarieberg, ik heb gezien, ik was een beetje kort. Niet volgen de jumbo. En ik zou liever blijven op de, op de grote groep. Ook, ik heb nog drie ploegmat. En dan het was beter om te organiseren voor teruggekomen. En ja, op de eind, we zijn bijna op het podium. Dus het was de beste kies volgens mij we nemen. Geloof je nog in die eindsprint? Want die was nog stevig, hè? Ja, ik was nog echt goed. Maar ja, sprint, het is... Ja, het is soms je wint, soms je wint niet. En ook, we komen niet voor de overwinning. Ik zou liever eerst, wanneer we komen voor de overwinning. Dus zes of vierde, het is bijna dezelfde. Nu even verdienen rust. Ja, tot Parijs-Roubaix. Succes.